Meneer Jan van Beckhoven, hoe oud was u toen de oorlog begon? 12 jaar. En waar woonde u? In de Stationsstraat. En? 8. En u zat nog op school? Op de lagere school. Dan. Welke school was dat? Dat was de Sint-Jozefschool in de Nicolaas van Nestraat. Daar heb ik 2 jaar gezeten. Toen is die school daar pas begonnen. De oorlog begint op 10 mei 1940. Wat merkt u daar als eerste van? Nou, 1 mei, dat was al van tevoren, dat wisten we helemaal niet, die oorlog zou beginnen. 1 mei hebben ze mijn vader naar die kostschool gestuurd. Daar zou ik dus bakker leren, banketbakker en kok. Waar was die kostschool? Dat was in Voorhout. En in Voorhout was een bisschoppelijke nijverheidsschool, heette dat. En er waren broeders. En dat was kort bij Leiden. En, ja. Dus toen de oorlog uitbrak, toen zat u niet in Oostenrijk? Nee, zat niet in Oostenrijk. Nee. Wat merkt u daar in Leiden van? Helemaal niks, eerlijk gezegd. Nee. Want ik moet u eigenlijk vertellen, 1 mei ging ik naar de kostschool. En 10 mei brak de oorlog uit. Mm-hmm. Nou, en ik ben daar 3 maanden gebleven. Want vroeger kwam nou kom ik tegenwoordig iedere week thuis, maar ondanks dat de oorlog was toen, in 10 mei brak de oorlog uit. En toen kon er niet meer de boerderij komen, die was ook gebombardeerd, dus ik bleef daar gewoon 3 maanden in Voorhout. En u kwam regelmatig, toen dat weer mogelijk was, kwam u regelmatig weer naar Oostenrijk? Nee. Om de 3 maanden. Ja, ja, oké. Okay. Dus ik kan maar zeggen, in augustus 4 weken. En mijn kerstmis 2 weken en mijn paas en verder niks. Hoe trof u Oostenrijk aan tijdens het begin van de oorlog? Nou, niks opvallends. Nee. Nee, alleen dus, thuis heb ik meegemaakt natuurlijk met de bonnen en zo, hè. Broodbonnen en zo, en moest je dan avond bonnen plakken. Voor banket en zo, hè. Maar verder hebben wij niks van gemerkt. Ja. Terwijl jij, we hadden genoeg te eten en te drinken. Alleen ook, hadden bij ons thuis ook, dat ze klompen aan hadden, hè. Of dat nou de mode was of van de armoede, weet ik dus ook niet natuurlijk, maar dan hadden we klompen. Die hadden jullie voor de oorlog niet gedragen? Nee, nooit. Nooit, nee. Dat was, nee, dat was dan in de mode, of ja, dat vonden ze leuk. Ja, ja. Maar, hoorde u uw ouders praten over de oorlog als u thuis kwam? Helemaal niet. Ja, alleen het enige was dat wij hier op Bos en Ven, daar zaten Duitsers commando, hè. En daar leverden wij dan gebakjes. Ja, Bosselveld was gewoon een klant, dus ja, wij brachten daar gewoon gebakjes voor weer. Dat de Duitsers het allemaal op hadden, konden wij natuurlijk ook niks aan doen. En hielp u daarbij, hielp u mee? Boodschappen doen, hè? Ja. Dus, en die Duitsers, die dingen daar in ontvangst namen, waren die vriendelijk? Nou, daar hebben we geen moeite mee. Dat was gewoon de kok in de keuken. Wij hebben die Duits zagen wij nooit, hè? Nee. Daar hebben wij, eerlijk gezegd, wij hebben daar nooit geen moeite mee gehad. De Duitsers hier en de Oostenrijkse bevolking, wat weet u daar nog van? Hoe ging dat met elkaar om? Ik dacht dat die goed met elkaar omgingen. Ik kan me wel herinneren bij ons, er was dan ook een van Bos en Ven. En die kwam bij ons dan, ja, iedere week, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat was dan, zeggen wij, een goede Duitse. Want die had dan een dekel aan de oorlog en zo. En die kwam bij ons bij buurt en zo. Nou, en die gingen weer naar huis en zo. Of naar Bos en Ven. Maar dat was dan een goede, zullen we maar zeggen. Want die mensen, die wat had een beetje administratie hier. Verder deden die mensen nooit geschoten of zo, hè. Jan hier, was Weermacht. Commando, of weet ik hoe dat heette. Ja, dat was een zogenaamde goede Duitser. Die kwam bij jullie. Die mensen deden eigenlijk niemand kwaad, hè. Die kwam bij jullie op bezoek.
Ja, dat was, ik kreeg bij ons koffie en dat was best wel leuk en aardig. Ja. Maar geen veilige flauwekul en zo. Hè. Maar op een gegeven moment dan gaan de Duitsers de jonge mannen dwingen om naar Duitsland te gaan. Hè. Ik denk dat toen de verhoudingen wat grimmiger werden. Nee. Ja, dat is ook een nademonie. Vroeger zei je vader en moeder niet veel, hè. Ze maakten niet wijzer dan dat jou was. Dus die verhouding van dat die jongens allemaal naar Duitsland moesten, daar weet ik eerlijk gezegd niks van. Want ik had toen toch de leeftijd van 17, 18, hè. Maar ik heb nooit niks van gemerkt. Ik was persoonlijk onmisbaar. Oh, er is op een gegeven moment toch wel een brief op de deurmat gekomen. Waar is dan? Sorry, dat u naar Duitsland moest? Nee, nooit. Nooit. Omdat u zegt, ik was onmisbaar. Hè? Dus had u een onmisbaarheidsverklaring? Ja, maar dat was eigenlijk van latere zorg. Ja, dat is iets van na de oorlog eigenlijk. Hè? Want toen moesten we naar Indië. Maar ja, dat is allemaal na de oorlog pas geweest. En mijn vader, die had het liefst dat ik daar in die bakkerij bleef. Dus toen was je toevallig in behandeling bij een specialist. En toen was ik persoonlijk onmisbaar. Dan moest ik daar het bedrijf leiden. Maar ja. En toen, ja, dat is allemaal van na de oorlog, wil ik nou wel zeggen, maar dat is niks. Waren er veel mensen die samenwerkten met de Duitsers? Anders dan wat u deed met Bos en Ven? Ja. Nee. Nee. Die kende u niet? Die kende ik niet. Zeggen, vroeger zei ze niks. Hè. Ja. Was allemaal, waren allemaal goede mensen, die ouders, maar die zijn niet veel. Ja. Die maakten niet wijzer dan dat. Ja. En het verzet in Oosterwijk? Ja, dat verzet hebben we wel meegemaakt natuurlijk. Van, er kwamen iedere dag net Gerrit van der Linden, die verzetstrijders. Toen zaten hier die militairen, die vliegeniers hier op de Campina. Hè? En die kwamen dan bij ons brood halen. En of ze nou, ja. Kwamen die vliegeniers zelf brood halen? Nee, die vliegeniers, die verzetsmensen met een bolderwagen, hè. En dan krijgen ze bij ons brood of ja, ze betalen, dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Liepen jullie daar niet een heleboel risico mee? Nee. Liepen jullie daar geen risico mee? Geen? Ik bedoel, als de Duitsers daar achter waren gekomen, dan dat was niet zo best geweest voor jullie, ja, denk ik. Ja, maar daar hebben we nooit bij stilgestaan. Die mensen kwamen gewoon bij ons achterom. En die laden brood in een bolderkar en reizen zo weg. Daar hebben we nooit bij stilgestaan. Ze hebben bij ons thuis ook niet aan. Ze hadden ze natuurlijk niet gedaan. Want wij hadden thuis 12 kinderen. Dus het was een heel verantwoording. Maar ik denk dat in het algemeen Oosterwijk best meegevallen is met die Duitsers. Ja, niet dat het allemaal zo'n aardige, leuke mensen waren. Maar wij hebben er eigenlijk nooit geen nadelige gevolgen van gehad. Gerrit van der Linden, de verzetstrijder waar u het net over heeft. Ja? Vertelde die wel eens iets over wat ze als verzets deden hier? Nee, nooit. Nee. Ik zeg net, vroeger maakten ze niet wijs en dat gewaard. Hè. En dat was misschien heel verstandig, dan kon ik niks doorvertellen of kon ik niks. Ja, wij waren vroeger onnozeleres tegenwoordig allemaal. Hè. Ja. De oorlogsgeweld hè, in Oosterwijk, hebt u daar veel van gemerkt? Nee, alleen die munitietreinen. Ja? Toen was ik dus thuis. Want je schooljaar dat ging maar tot mei. En toen kwam ik uiteraard, toen zei mijn vader, blijf nou maar thuis, want het is nou toch nergens niks. Nou, dus ik ben in mei 43, ben ik in die bakkerij gekomen. En ik ben me nooit meer weg geweest. Dus ja, nou heb ik er nooit geen ongemak van gehad. Maar het is natuurlijk wel zo. En ja, ik heb eigenlijk nooit niks meegemaakt, alleen die munitietrein. Ja. Waar was u toen die munitietrein ontplofte? Dat was ook in de bakkerij. En dat was bij ons achter de plaats daar dus. En toen zagen wij die vliegtuigen overkomen. En even daarna klapte die trein uit elkaar. Hè. Wij konden achter de plaats daar bij ons dus, daar in de, hier dus tegenover. Konden allemaal mooi bekijken.
of mooi bekijken, zo mooi was het natuurlijk niet. Maar wij zagen heel die trein ontploffen. Maar wij zaten niet in het schootsveld, zal ik maar zeggen. Hè? De lint en zo, de zwaan en zo, dat was veel erger. Maar bij ons was ook allemaal wel kapot en zo. En bij ons lag er achter in de tuin ook allemaal een hoop schroot en zo. Maar er is verder niks gebeurd en er zal wel een raam kapot zijn gegaan of een deur. Maar wij zaten niet in de... Niet in de gevarenzone. Hoe lang heeft dat geduurd, dat beschieten van die trein? Nou, dat begon zoiets om 11:30. En, niet lang. Ik denk een half uur. Hmm. Niet zo lang. Want, op een gegeven moment kwam die trein, en dat was zo afgelopen, hè. Ja. Bent u toen... toen die beschieting voorbij was, hè, bent u toen wezen kijken? Ja, wezen kijken, ja. Maar we zagen wel dat heel de spoorlaan in brand stond en zo, hè. Ja. Die fabriek en zo van Paimans. En de drukkerij van Van den Bogaert en zo. En zijn we buiten. Maar in eerste instantie konden we al buiten kijken bij ons op de plaats, hè. Hmm. Wij konden al de hele achterkant van de spoorlaan zien, hè. En van de lint. Wij stonden daar best goed. En we zijn naar de rand wat buiten daar weer gaan kijken. Ook op de spoorlaan en op de lint en zo. Hè. Was u niet bang? Nee. Nee, want... ik zeg, we hebben het eigenlijk goed afgebracht. We hebben eigenlijk nooit, als ze nou bij ons gewonden waren gevallen... of iets bijzonders meegemaakt hebben. Bij ons thuis hebben ze geboft dat wij... eigenlijk de goede leeftijd hadden. We waren te jong voor arbeidsinzet of iets, zal ik maar zeggen. En, dus bij ons hebben ze ook nooit geen moeite gehad. We zijn braaf opgevoed. Nog te zien. Een heel bekende Oosterwijker tijdens de oorlog was Arnold Meijer. Ja. Wat weet u over Arnold Meijer en zijn zwarte front? Het zwarte front, ja. Nou, dat we, ja, van... dat was dan... die huilde met de Duitsers, is niet, dacht ik, hè? Ja, daar verder... daar kan ik eigenlijk geen kwaad woord over zeggen, want wij vonden best een sympathieke man. Om maar eens iets te zeggen, ja, we sympathiek te zeggen. Want mijn vrouw, die woonde daar... hij woonde op de Oostschotse dijk, hè? In een bungalow. Nou, die had van ons brood en zo. En dan ging mijn vrouw daar geld halen en zo. Maar ik kan er geen kwaad woord over zeggen. Maar ja, hij huilde echt met de Duitsers, hè? Ja, dat was, ja. En vond iedereen in Oostenrijk hem wel sympathiek? Wij. Oosterwijk in het algemeen. Hem? Ja. Nou, inderdaad niet op de voorgrond, dacht ik, hè. Kan ik niet zeggen, nee. Hmm. Ik zeg, dat gaan we mijn eigen uit doen. Vond hem best sympathiek, was best aardig en zo, hè. Een echte heer in het verkeer, zullen we maar zeggen, hè. Maar ik kan daar niet over oordelen van alle mensen die hem vinden. Er zullen best bij hem die hem moesten, natuurlijk. Ja. Die iets meegemaakt hebben van de Duitsers. Ik zeg, bij ons is een nadeel, hè. Maar je hebt nooit niks meegemaakt, hè. Laat maar zeggen, als jij een zoon of een dochter iets van die Duitsers op een of andere manier meegemaakt had, dan ga je er overal anders over denken, hè. Maar wij, ik zou niet weten, een nadeel, ja, ik ga er ook niks aan doen. De oorlog is in het algemeen gesproken een periode van veel ellende en verdriet en verlies. En ook wel meegemaakt allemaal, hè, de hongerwinter en zo. En armoe. Ja, maar niet in Oosterwijk. Hongerwinter. Nee, in Oosterwijk niet. Nee. Maar daar kom ze dat we allemaal bijgehouden natuurlijk. Ja. Dat we allemaal meegemaakt en zo, hè. Nou, maar... Er was veel ellende, maar waren er ook leuke dingen? In de oorlog? Ja. Ja. Iets waarvan ik zei, ja, dat kan alleen maar in de oorlog gebeuren en dat vond ik leuk.
omdat het oorlog was, ja, ja, was leuk. Ik wil maar zeggen, we hebben achter de plaats daar, gingen wij loopgraven maken. Weet je wel, maar je had toch niks te doen. En dan maakten we een flinke groep en deden we dan oude deuren en bloemzakken overheen leggen. En dat was dan de schuilkelder. Maar dat was natuurlijk helemaal niks. Maar dat was wel om iets te doen te hebben. Waarom ging maar wel leuke dingen, ja. Dansen mochten niet. Ik heb ook pech gehad natuurlijk op die school. Dat was de bedoeling dat we Frans, Duits en Engels leerden. Maar die broeders, ze moesten van die Duitsers, moesten Duits leren, die broeders. Nou, dat deden ze dus niet. Het gevolg is dat we niks geleerd hebben. Dus geen Duits, geen Frans, geen Engels. En dat vind ik een handicap. Daar kon die broeders niks aan doen natuurlijk. Maar omdat ze jullie geen Duits wilden leren, mochten ze jullie ook geen Frans en Engels leren? Ja, nee, ook niet. Ook dan deden ze niks. Dus daar waren broeders, echt even over kostscholen. Dus ze moesten, die Duitsers, die hadden gezegd, moet Duits leren, die leerlingen. Hè? Nou, dat deze, ja, maar dan ook Frans en Engels, en dat mochten ze niet. Ze mochten natuurlijk geen Engels leren, enkel Duits, nou, dan hebben ze niks geleerd. De bevrijding, hè? Die hebt u hier in Oosterwijk meegemaakt. Ja. Hoe ging dat? Nou, op een gegeven moment, dat was ergens in oktober, dacht ik. En toen zei ze, de Schotten komen eraan. Ik dacht tenminste dat Schotten waren. Toen gingen wij hier op de hoek kijken. En dan kwamen we achter die boom. Op de hoek van de Stationsstraat. Ja, hier, dus hier de hoek, Stationsstraat, Dorpstraat. Nou, daar stonden wij daar op straat, midden op straat te kijken. En daar kwamen die Schotten, dacht ik dat waren, achter de boom al met een geweer. En allemaal, als ze een Duitser overgestoken had, ja, dan hadden ze ook ons doodgeschoten. Maar toen hebben ze ons weggejaagd. Dat was volgens mij Bolsjes. En er was van gehoord, of niet? Ja, fijn. Die had ik een of andere leiding van een of ander. En die had gezegd naar huis. En zo, dat is eigenlijk het enige wat we meegemaakt hebben. Heeft het lang... Oh ja, ik wil ook nog wel zeggen, de Krusje krijgsgevangenen, die zat hier op Katrienenberg. Die hebben daar die munitie allemaal aangelegd, hè, in de oorlog, hè, in de Honsberg en bij Grootspijk. En die Russen die moesten dan daar die munitie allemaal van de trein daar naartoe brengen en zo, in paard en wagen. Waar kwamen die Russen vandaan? Ja, gewoon, er waren Russische krijgsgevangenen. En die zaten hier op Katrienenberg. En dan... Dus die moesten dan werken voor die Duitsers, van die munitie, allemaal naar die treinen en van die trein weer naar de... fijn. Die moesten werken en paden aanleggen, hè, daar, dat ze daar konden rijden en zo, hè. Met paard en wagen, hè. En die zat op Katrienenberg, op die kleuterschool. En dan zei mijn vader, laat heel die wagen maar voor koeken en alles, al wat er was allemaal surrogaat natuurlijk wel, maar het was te eten. En die moeten dan daar bij de Russische krijgsgevangenen verkopen. Nou, die konden dat kopen dan voor 5 cent of zo, weet ik het. En ja, dan deden we dan misschien goed of niet, ja. Ja. Maar dat waren goede krijgsgevangenen, dat waren gewoon krijgsgevangenen. Dat was niet meer Duitsers zo, hè. Ja. Ik kan me zeggen, hebben die Duitsers niet eten gegeven. Ja. De bevrijding van Oosterwijk, hoe lang heeft die geduurd? Nou, niet lang volgens mij. Dat was zo en dan weer gebeurd hier. Dat was zo gebeurd, ja. Dus wel veel. Ik kan wel zeggen dat daar die Schotten, die kwamen dan hier over de... Die kwamen van Boegessel af, dacht ik, hè. Nou, en die opgerukt en verder helemaal geen last van gehad. Het waren bevrijd. Er is wel veel beschadigd in het dorp toen. De kerk bijvoorbeeld. Oh ja, die kerk wel, ja. Maar, maar u hebt van het oorlogsgeweld verder weinig gemerkt toen? Nee. Oh. Ja, ik vind het jammer, maar ja, dat is... Ja, ik heb er niet veel van meegemaakt. Nee, ja, die kerk weet ik dan wel, ja. Hebben ze die torentjes afgeschoten, dacht ik, hè. En dan nou die pastorie, ja, dat weet ik ook allemaal nog. Wij zijn... dat was met die munitietrein, toen zijn we ook op de vlucht geslagen.
Dan hebben wij in de Kerkstraat, dan bij de familie Schijfers, hebben wij dan binnen, want ik ging die sirene, dan moesten we naar binnen, zijn we daar binnen gevlucht. Ja, dat is het eens, hebben we daar een uur of wat gezeten en toen was het weer vrij. En toen zijn we naar Katrineberg gegaan. En dan we moesten naar Katrineberg, maar dan zijn we ook maar een leven geweest en zo, hè. Was dat toen de munitietrein op? Was met die munitietrein, ja. Kon u niet in uw eigen woning terug? Ja, dan moesten we weg of zo, ja, dat weet ik dus niet. En dat was beschadigd of zo. Hmm. Maar we moesten toen, naar Katrineberg. Maar daar zijn we niet lang geweest, hoor. Dus ik kan maar zeggen, bij ons was ook niet veel beschadigd. Maar waarom wij daar naar Katrineberg moesten, ja. Dat is een ongeluk, ze zei vroeger niks. Hmm. Ja, dat is makkelijk. Maar ja, nou ik niet. Niet zoveel. Er waren onder de oorlog mensen in Oosterwijk die met de Duitsers heulden, hè? Onder andere een stel meisjes. Wat weet u daarvan? Nee, ook niet. Daar mag ik niks van zeggen. Nee, dat zou ik niet weten. Dat weet u niet. Zijn ook er niet... mensen die dat weten? Met die... Ja, wij zijn heel beschermd opgevoed, om maar eens iets te zeggen, hè. Ja. Wij mochten nooit op straat komen, of nooit is overdreven natuurlijk. Maar we werden heel beschermd opgevoed, hè. Wij liepen allemaal niet over straat, iedereen achterna en zo. Daar weten wij zo weinig, hè. Van die meisjes hebben we nooit niks gemerkt. Mm. Er zijn er best wel eens geweest, hè, die niet deugden. Maar om nou te zeggen die en zo, dat zou ik niet weten. Toen de bevrijding eenmaal een feit was, hè, toen werd er feest gevierd, hè? Ja, dat weet ik ook nog. Waar gebeurde dat? Op de Lind. Op de Lind, dacht ik. Nou, met Waal van Oosterwijk en zo, hè. Was voordat dit er was, zal ik zeggen, hè. In de oude wedstrijd was het altijd. Waal van Oosterwijk was eigenlijk het middelpunt. Ja, de kunst ging ook wel. Maar volgens mij zijn we toen met de bevrijding, was het feest op de Lint en zo. En dan was er dan dansen en zo en ja, was feest. Ja.